Hoi allemaal, mijn naam is Bibi en ik mag jullie een kijkje geven hoe het er achter de schermen aan toe gaat op de set bij Verliefd op Bali. Verliefd op wat ik zie, verliefd op jou en verliefd op Bali. Ik sta hier met Hieltje en voor Hieltje is dit haar eerste rol. Hoe is dat? Spannend. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik heb 1 scène opgenomen in Nederland. Dus de spanning was hier eigenlijk wel vanaf. Dat ik dacht van, nou, ik heb er nu wel gewoon zin in. Wat leuk. En hoe is dat dan zo? Ga je met ervoor gevraagd? Heb je een soort van testdag gehad bij Johan? Of... Nee, ik kwam gewoon een mailtje binnen dat deze rol kwam. En toen heb ik gewoon zelf tapes opgestuurd. En toen moest ik op auditie komen. Toen belde hij een paar dagen later van, ja, we gaan Hieltje voor deze rol. Wat leuk. Ja. Was je er blij mee? Ja, tuurlijk. Ik had die auditie gedaan, toen dacht ik, kans 1 op 20 of zo, weet je wel. En dan hoor je dat je het wordt en dan denk je, oké, nu moet ik het wel echt gaan doen ook. En hoe is de sfeer op de set? Heel chill. Iedereen wil gewoon zijn eigen deel goed doen. En dan maak je samen een soort kunst iets. Dus dat is heel leuk. Als er dan de set erop zit, dan denk je echt, oké, we hebben dit met elkaar gedaan, zeg maar. Je speelt de rol van een influencer. Zijn er wat connecties die je gewoon met de rol speelt? Nee, ik denk dat het tegenovergestelde is van wat ik ben. Yveske is zeg maar echt heel enthousiast en gillerig en liepje en schatje en beertje en zo. Oh. En ik ben echt gewoon een beetje meer mannelijk. Dus ik ben gewoon iets meer hou je bek en let's go. Beertje, ik lust hem wel een cocktail. Willen jullie ook? Kom gezellig bij ons chillen. Nee. Kom gezellig mee vandaag. Nee, maar we moeten echt verder. Oh, jammer. En nog één vraag, gaan we je nog in meer films zien zijn na deze film? Ik hoop het. Als ik dit goed heb gedaan, ja, en als ik het niet goed heb gedaan, dan zie je het vanzelf en dan zie je me nooit meer, denk ik. Ja, maar het smaakt dus wel naar meer. Ja, ik vind het heel leuk om te doen. Nou, ja, het was hartstikke goed en we gaan het zien in de bios in januari. En action! Oh my god, dat is echt! Oh my god. Oh, het is een Nederlander. Nou, ik speel Max en Max is het vriendje van Jenny, speelt door Anouk. En zij zijn echt het influencer koppeltje met z'n tweeën. Maar Max maakt aan het begin van de film maakt hij het uit met haar. Ik voelde echt even totaal geen connectie met je. Connectie. Connectie? Dat is wat mensen hebben als ze samen zijn? Op Bali ontmoet zij deze surf dude. Kan je surf? Nou, surf dude is ben ik niet, maar reisgids. Oh, reisgids. Ja. Welkom op de set. Gelukkig ken je eigen rol. Houd toch op. Moet je lang nadenken toen je deze rol aangeboden kreeg? Ik heb wel even nagedacht omdat ik ook al best wat van dit soort films heb gedaan. Maar ik las het script en toen dacht ik eigenlijk, dit is eigenlijk wel een ander soort romcom dan wat mensen gewend zijn. En ook van Johan. Tuurlijk zit er alles in wat het brede publiek wil, maar het draait hoofdzakelijk om die 3 vrouwen die naar Bali gaan op zoek naar hun roots. En dat vind ik gewoon iets heel moois. Het is denk ik niet helemaal wat mensen gaan verwachten van een Johan Nijenhuis film. En ik vond de rol heel leuk. Het is echt een good guy. Al dat social media interesseert hem niet. Het interesseert hem niet hoe hij eruit ziet. Dat is ook vrij duidelijk te zien in wat ik aan heb. Vind je? Ja, dat vind ik. Vertel ook tegen mensen, ja, ik ga Verliefd op Bali doen. En dan zeggen mensen, oh, weer zo'n Verliefd. Dan denk ik, nee. Dit wordt echt wel een andere soort film. Omdat het gewoon veel meer gaat over familie. Over hoe zij als gezin hier naartoe komen. En wat er dan allemaal kan gebeuren. En wat Bali is eigenlijk een soort, ja, een soort personage in de film, zoals Edwin mooi zei. Als je fout maakt, vindt Johan dat dan erg of mag je ook een beetje improviseren? Nou, ik krijg gelukkig van Johan heel veel ruimte om te improviseren. Dat vind ik heel leuk in deze rol, omdat ik hier een beetje fout comedy mag spelen. Dat is eigenlijk ook voor het eerst dat ik dat doe in een film. En ik vind vanuit Johan, die geeft alleen maar vertrouwen. En die zegt ook af en toe stiekem tegen mij van, ja, ga op het eind van die scène maar even lekker nog wat door. Doe nog maar even wat. Ja, dat vind ik wel echt heel leuk. Can you go? We have to make a picture. Yes, come on. Ah, die dub of zo, hè? Jesus. Oké, nou, ik denk wel dat we wat meer te weten zijn gekomen over hoe het u hier backstage naartoe gaat. Ja, maar goed. Dankjewel. Wat leuk, Bibi, dat jij ons knipt. Ja, hè? Ja, ja, ik vind het ook heel leuk om te doen. Hè. Het is hier zo prachtig. Goed. Dan maar hier, als het dan toch. Ja, toch? Vind ik ook. Suda is ook een leuk woord. En dat gebruikte mijn oma ook weer. Ah, Suda, laat maar. Met andere woorden, we houden erover op. Suda. Bedankt voor het kijken naar deze behind the scenes video. Vond je dit een leuke video? Vergeet dan niet even te liken en te subscriben op het TLC YouTube kanaal. En dan zie ik je de volgende video weer. Doei doei! En verliefd op Bali.